In de vorige video heb je gezien dat ik aardig wat geluk had gekregen uit de Champions Rewards en de Marquee matchups. Heb je die video nog niet gezien? Dan raad ik aan om die... Heb je die video nog niet gezien? Dan raad ik aan om die te kijken via het i'tje rechtsboven je scherm. Dan kan je daar naartoe. Kan je even kijken wat ik gekregen heb. En dan kan je terug naar deze video. Want na aanleiding van wat ik gepakt heb, kon ik dus de SBC van vandaag bespreken en ook voltooien. Ik had dus namelijk Robertson gepakt, Sholo, O'Block, Sterling en nog een aantal 35 algemeens die ik dus goed kon gebruiken om om te zetten in coins. Want wij gaan onze rechtsbuiten. ...van deze video eventjes vervangen. Musonda is een heel goede rechtsbuiten. Ik heb dus een flink verwachtingspatroon van de kaart... ...die we gaan bespreken in deze video. En dat is niemand minder dan Steven Bergwijn. Normaal gesproken heeft hij twee sterren zwakbeen... ...maar dat is dus nu geüpgraded naar vijf sterren zwakbeen... ...met vier sterren skillmoes. 1 meter normaal normaal werktempo en rechtsbenig. Maar dat is nu dus beide benig. De informatie die gekregen heeft bij PSV heb ik ook getest. Die vond ik heel fijne kaarten. Vandaar dat ik toch maar de trekker ga overhalen... ...om deze kaart ook vrij te spelen. Hij heeft 84 afmaken en 39 positionering met 95 schotkracht. Daarnaast heeft hij ook 96 balans en 87 kracht met 88 uithangingsvermogen. Dus zijn fysiek is heel erg goed op deze kaart. Zijn dribbeling is super met ook nog 94 dribbelen en 92 balbeheersing. En zijn lange paas is misschien wat minder, maar de rest van zijn passing is tip-top in orde. Pace niks te klagen. Kortom, hij past perfect bij de sniper chemistry style. En grappig genoeg was hij ook bijna helemaal uitverkocht toen deze kaart uitkwam. Normaal kan je die Kopen Voor 200-300 coins. Nu waren ze zo ongeveer 700 tot 800. was niet normaal, maar op zich voor 800 coins heb je dus een veel betere variant van Steven Bergwijn. Je moest er twee teams voor inleveren: een 35 algemeen team en een ik algemeen team. En van de meeste spelers had ik al van alles in mijn club. Je ziet hier dat ik bijvoorbeeld een paar kaarten moest kopen, zoals de Licht voor 15k en Vertongen voor 34, om te voldoen aan die vereisten dat je Speurspeler nodig had. Daarnaast ook pianist voor 20k en immobile voor 18k. Maar ik was hiervoor uiteindelijk 90k kwijt. En ook bij het tweede team zie je dat ik Vieri ga inleveren die ik kreeg uit mijn mid-icon pack. Ja, ik ga er niet heel lang voor wakker liggen. Ik heb hem gekregen. Ik heb er helemaal niks aan. Hij kost ongeveer 100k, maar hij linkt wel met iedereen, waardoor ik dus voldoe aan de teamgeest. En daardoor hoefde ik ook wat minder kaarten te kopen en was ik wat goedkoper uit. Ik moest dus een aantal kaarten wel nog aanschaffen, maar ook een aantal had ik al in mijn club. Zoals Ndidi, Wietcel, Isco en ook dus Vieri. Waardoor ik maar een paar kaarten hoefde te kopen. Uiteindelijk was ik dus 200k kwijt voor het voltooien van deze Bergwijn SPC. En normaal kost hij 350 tot 380. Dus heb ik weer aardig wat bespaard met een trade op de of club. En heb ik niet van die promo kaarten moeten inleveren. Wat ik normaal gesproken eigenlijk wel doe. Hier krijgen we dan nog eventjes de pack animatie. Steven Bergwijn is verwelkomd in de club. En we zagen net al hij heeft zieke stets. Ze doet een lekker dansje. En we gaan kijken of Steven Bergwijn ook daadwerkelijk... Een indruk kan maken in mijn huidige elftal. De twee pakketten zullen niet heel geweldig zijn: een topgemengde spelerspack en een megapackie. We gaan ze allebei openen en kijken of we er iets kruid krijgen, maar daar ga ik niet van uit. Uit het topgemengde spelerspack krijgen we als allerbeste Boré 77 Algemeen. Geweldige kaart. En we krijgen ook een bronzen die voor 17 coins discarded. Dus dat is al een heel goed begin. We gaan door naar het megapack. Maar ik denk dat ik blijf steken op ongeveer 12 kaart... dat ik terugkrijg uit deze SPC. Want ook hier. Krijg ik geen bordenkaart uit. De beste kaart Belarabi. Die heb ik zojuist ook gekregen als Fut Birthday kaart voor het voltooien van de objectives van deze week. Je ziet hier dat Musonda in 56 wedstrijden 38 goals heeft gescoord en ook 31 assists heeft gegeven. Dat doe je niet zomaar als buitenspeler. Dus heb ik een verwachtingspatroon van Bergwijn. Die dus nu met de sniper op rechts buiten staat. Hierdoor krijgt hij 99 afmaken. En 94 positionering. Met ook dribbling. Vrijwel alles. Op 99. Hogere reacties en zelfbeheersing dan Musonda. We gaan kijken of we dat gaan merken in de FUT Champions Weekend League. We gaan dus de eerste pot in met de volgende aangepaste tactieken. Ik speel sinds kort de 3-4-2-1. Dat is een nieuwe formatie. Als je daar een video over wil zien, dan laat dat weten via de comments. Laat een comment achter. Dan kan ik daar een speciale video van maken. Daaraan speelt Bergwijn op de rechterflank. Komt hij veel in de aanvallende stelling. Omdat Pelé wat meer naar achter komt. En als backup formatie uitgaat de 4-2-3-1. Met Bergwijn rechts. Dan moet ik dit eventjes vervangen, want Alan gaat niet in de spits spelen. Mijn eerste tegenstander heeft Prime Icon Moments Gattuso, waarschijnlijk uit de Icon Swaps. Daarnaast heb ik Rabbi en Havertz veel leuke kaarten. De verdediging daarentegen is een stuk minder. Dus we gaan kijken of Bergwijn daar gebruik van kan maken. Bergwijn dan hier in de bal, zijn dribbeling is echt lekker. Ik merk eigenlijk weinig van zijn lage balans. Ik kan hier heel snel om zijn as draaien, maar ik kan hier weinig met die bal. Dus ga gaan me eventjes. Uh... Wat rust geven aan Bergwijn. Ronaldo met de paas op net vet. Kijken of we Bergwijn kunnen bereiken. Ik wil eigenlijk wel een goede actie van hem zien. Maar hier komt eerst Pelé. Die mag ook scoren. En dat doet hij perfect in dat hoekje waar de doelman niet bij kan. Eerste doelpunt. Sowieso even om wat rust te creëren. Maar nu wil ik ook wat van Bergwijn zien. Wat ik wel merk is dat Skillmoves met Steven Bergwijn echt super soepel gaan. Hij draait heel snel om zijn as. En ik weet niet, bij de ene speler merk je direct of hij soepel aanvoelt of niet. Als je een drogbaard met fiestere Skillmoves, allemaal leuk en aardig. Maar die draait zo langzaam alsof je met een truck aan het rijden bent. En uh, met Bergwijn is het gewoon een stuk soepeler. Hij kan ook heel snel bijvoorbeeld deze Skillmoves doen. Geef ook, ook de bal heel dom weg. Maar pak die wel terug. Voorzet je. Koppen. En helaas niet scoren. Ronaldo, komt in maar. Goede beweging. Terug naar net vet. Want we moeten wat gevaar creëren. Of bij Pelé. En die maakt hier gelukkig de verlossende 2-0. Maar ik heb eigenlijk nog weinig gezien van Bergwijn. Hij blijft wat statisch op zijn positie. Verbinding al verbroken. Wat ik ga doen. Ik ga Bergwijn even in de spits zetten. Want deze wedstrijd deed hij niet heel veel. 6,9 ook als cijfer. We gaan kijken of hij in de spits wat meer schade kan aanrichten. Tegenstand nummer 2 heeft dan heel random. Silver Davis op linksback. Een heel willekeurig team. Met ook heel wat rare keuzes. We gaan kijken wat we kunnen doen. Hier moet Bergwijn in principe wel kunnen scoren. Bergwijn pakte de bal heel goed af. Paasje van net vet, jazeker. En dan nu uithalen Bergwijn met links. Geweldig. Daar zie je zijn schotkracht. En direct waarom deze man zo gevaarlijk is. Met zijn zwakke been. Nu vijf sterren. Want voordat je deze kaart had, had je hem nooit met zijn linkerbeen erin geschoten. Even wachten tot de paas kunnen geven op Ronaldo. 70 lange paas, maar hij komt wel aan. Kijken of we er ook iets mee kunnen doen. Bergman moet weer eventjes naar voren lopen. Dat doet hij. Maar hier komt ruimte voor Blank. Kan uithalen, maar we wachten eventjes een extra seconde man, en dan vol op hands maken. Dat mag natuurlijk ook. Uh, en dan daadwerkelijk niet scoren. Bergwijn snelle acties met Pelé. Daar in het midden weer Bergwijn. En nu dan tweede doelpunt maken. Nee, op de paal. Bergwijn hier een goede paas op net vet. Ja, dat zeker. Kunnen we hem ook teruggeven? Ja hoor. En nu een geplaatst schot net buiten 16. En zie je hoe hard dat schot in de kruising vliegt. Je merkt wel dat zijn schotkracht heel erg goed is. Bij het eerste schot al. En nu bij het tweede doelpunt ook. Super hard van Nou, net vet. Kijken of we die vrije ruimte kunnen vinden bij Steven Bergwijn. Loopt er wel heerlijk vrij paasje op blank. En dan moet dit het derde doelpunt zijn. En ditmaal een assist van Stevie. En nu krijgen we zoveel vrije ruimte. Hier zie je ook zijn pure pace. Kijken of hij ook mensen van de bal af kan houden. Hij komt er wel uit met zijn doelman. Finesse shot. En wat ik net ook al zei. De schotkracht blijft hetzelfde. Kiezelhard. Daar loopt hij weer voorbij. Die directe tegenstander gaat een man omspelen. En dan gaan we weer een finesse shotje doen. Het trickie of volgens mij al doelpunt nummer 4 zelfs. En met tegenstander op start. En ik denk dat het het einde van de wedstrijd is. De verbinding inderdaad verbroken. Bergwijn met een dik verdiende 10, 4 doelpunten en ook een assist. Geweldige performance. Maar natuurlijk zijn twee wedstrijden niet genoeg om te beoordelen. Of Bergwijn nou goed is of niet. Dus wat ik ga doen, ik ga nog een paar potjes spelen. Ik ga daarvan de hoogtepunten even achter elkaar zetten. En dan gaan we daar nog even een ander deel wat over bespreken. Ik zie het dus wanneer ik die potje heb gespeeld. En wanneer ik mijn oordeel daadwerkelijk klaar heb liggen voor Bergwijn. En dan gaan we kijken of hij daadwerkelijk de 300k waard is. Is. En in de rest van deze video gaan we dus kijken naar de andere 8 potjes Weekend League die ik gespeeld heb. Om uiteindelijk 10 wedstrijden met Steven Bergwijn te spelen. Voor mijn uiteindelijke oordeel. Hierin heb ik een aantal positieve dingen gezien. En ook een paar mindere dingen. Ik zal beginnen met zijn minpunt. Het grote minpunt aan hem is zijn medium, medium werktempo. En dat vind ik eigenlijk gek. Want zoals je weet, dat heb ik meermaals al gezegd in de video. Gebruik ik momenteel Muis zonder En ook hij heeft normaal, normaal werktempo. Maar. Bij hem merk ik er niks van. Dus daarom is het misschien placebo, ik weet het niet. Maar Bergwijn bleef heel vaak uh, niet op zijn positie staan. Die ging uit positie. Of hij was niet actief genoeg op zoek naar loopacties. Tot het punt dat ik ze zelf in stand moest zetten. Dus dat je zelf een uh, loopactie moet aanzetten door op LB te drukken. Of L1 op de Playstation. Dat is iets wat ik met Muisonda bijvoorbeeld niet hoef te doen. Met veel buitenspelers met hoog aanvallend werktempo. Die lopen meestal automatisch al naar voren. Nou, Bergwijn had dat niet. Dus zijn movement, zoals dat heet, zijn loopacties en beweging van de bal af, vond ik niet zo heel indrukwekkend. Dan moet ik wel bij zeggen dat zijn dribbeling fenomenaal is. Hij is sterk aan de bal, zijn lage agressie merk ik niks van. Hij kan goed de bal bij zich houden, kan heel snel om zijn as draaien. En wat is zijn dribbeling een genot om mee te spelen? Je merkt natuurlijk ook meteen dat hij 5 sterren been heeft. Veel beter dan 2 sterren spakbeen. Je zag het al in de live gameplay. Die schoten met zijn linker, die zou hij nooit kunnen maken als hij nog 2 sterren been had. Daarnaast is dus naast de schotkracht de pace ook al goed. Al moet ik zeggen dat het niet aanvoelt als 94. Bijvoorbeeld ik pak weer Muzonda erbij. Die voelt een stuk sneller aan. Die heeft wel een 99 acceleratie en 90 sprintsnelheid. Terwijl Bergwijn 94 heeft van allebei. Ik merkte dat hij wel snel was. Maar niet zo snel als een Muzonda. Die pace stat blijft altijd heel willekeurig als je het mij vraagt. Dus ik merkte weinig van zijn hoge pace. Maar het was heel snel en alsnog dik snel genoeg. Maar verwacht niet dat je een atletische sprinter uh, in je team hebt. Zijn passing is goed: steeds een lange paas. maar niet uit. Hij heeft hoge visie. Bijna al zijn passes kwamen aan. En zodra je binnen de 16 komt en je krijgt een finesse shot met hem, dan maak je die in principe altijd af. In conclusie moet ik dus zeggen dat Bergwijn een heel erg goede aankoop is voor ongeveer 300k die hij kost. Het is een speler die makkelijk te linken is vanwege zijn positie, nationaliteit en competitie. En ik ben heel blij dat ik hem voltooid heb. En ik raad iedereen aan om ook hem vrij te spelen. Of hij zondag gaat vervangen, dat ga ik nog ontdekken in deze weekend Zeven 7 doelpunten, 6 assists in 10 wedstrijden. Want ik heb 3 halve potjes gehad die ik niet meetel. Dus daar ben ik prima tevreden mee. Qua wat hij voor mij gepresteerd heeft. We zijn hiermee wel aangekomen met het einde van deze video. En daarmee wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Je kunt linksboven je scherme en mijnzelfde video zien. En rechtsonder een random video die je misschien nog niet gezien hebt. In het midden vind je de abonneerknop als je niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. En tot die tijd zeg ik later mensen.